In deze film maken we een foto high-key. En om te beginnen zal ik eerst eens vertellen wat een high-key foto is. Een high-key foto is een foto met hele lage contrasten erin. En het is een foto waarbij het wit eigenlijk gewoon echt spierwit is. En meestal is het zwart-wit. Het hoeft niet per se, het kan ook in kleur, maar in dit voorbeeld ga ik het in zwart-wit doen. Ik heb al een aanpassingslaag met zwart-wit daarop staan en als ik hem aanvink, dan zie je ook wat er gebeurt. En op zich was ik wel tevreden met deze zwart-wit omzetting. Dit is overigens een uitsnede van een foto, er staat nog veel meer op. Maar ik was hier dus al tevreden mee en ik had besloten, ik laat het zo. Maar je kunt als je een foto om wil zetten naar zwart-wit, dat kun je op tal van manieren doen. Maar een van de manieren is een aanpassingslaag, dat vind je hieronder bij het zwart-witte bolletje. Klik je daarop, dan heb je daar dus staan zwart-wit. En als je daarop klikt, dan krijg je dus zo'n lager bij en wordt je foto omgezet naar zwart-wit. Maar je hebt dan nog een aantal sliders waarmee je bij bepaalde kleurtinten kunt bepalen hoe licht ze zijn. Dus ik kan bijvoorbeeld de rode tint wat optrekken en je ziet dat de huid, waar voornamelijk een rode tint in zit, dat die lichter wordt. De spijkerbroek was in dit geval blauw en je zult zien als ik die optrek, dan wordt alleen de spijkerbroek lichter en dan heeft het weinig effect op de huid. Nou, de huid vond ik op waarde 66 al wel prima. Maar laat ik de spijkerbroek gewoon even zo houden. En laat ik ook het cyaan, dat leigt, dat zit tegen blauw aan. Laat ik dat ook gewoon even helemaal open trekken. Alleen deze foto heeft nog wel aardig wat contrast. En ik wil echt gewoon naar high key. Het haar, het blonde haar moet eigenlijk bijna wegvallen tegen de achtergrond. En dat ga ik doen met een aanpassingslaag curve. Dus wederom hieronder naar het zwart-witte bolletje. En in dat geval kies ik voor curve. En bij je eigenschappenvenster komt dat erbij. En het enige wat ik eigenlijk ga doen is gewoon zeggen van nou, dit wil ik echt spierwit hebben. En dat doe je hiernaast met de pipetjes. En dat onderste pipetje, dat is het pipetje waarmee je het wit bepaalt. Dus klik je daarop, dan krijg je gewoon een pipetje. En ga je dan op de foto staan, zou je ergens kunnen klikken waar het gewoon spierwit wordt. Wil ik nog niet meteen doen, ik wil eerst even iets laten zien. Als je met het pipetje boven de foto staat en je houdt de Alt ingedrukt... Dan krijg je eigenlijk te zien wat echt spierwit is in de foto en wat niet. Er zitten in de foto wat witte vlekjes, voornamelijk op haar shirt en ook ja, de catchlights in haar ogen. Die zijn echt al spierwit. En de rest van de foto is dus niet wit. Wat wil ik wit gaan maken in de foto? Dat is hier dit stukje. Dit stukje muur, daar kwam het minste licht van mijn achtergrond en dat wil ik eigenlijk wel wit hebben. Dus als ik daarop klik, dan zie je dat eigenlijk mijn foto gewoon in één keer een heel stuk lichter wordt. Hou ik nu de Alt ingedrukt, dan zie je dat dat hoekje daaronder, dat dat gewoon wit is. En al het andere wat dus een hogere grijswaarde had, dat is mee wit geworden. Dus bijvoorbeeld ook het haar en ook de achtergrond hier linksboven. En dat zie je ook gewoon keurig terug. Want er is geen verschil meer tussen haar haar en de achtergrond. Als ik bijvoorbeeld de laag even uitzet, dan zie je keurig dat hier de grens zit waar het haar ophoudt en waar de achtergrond begint. En zet ik hem weer aan, dan is die grens gewoon in één keer weg. Wat kun je nu doen? Om dat weer terug te halen, dat is eigenlijk gewoon de dekking van deze keurverlaag verlagen. En dat ga je verlagen, net naar ja, natuurlijk een stukje smaak, maar net naar gelang waarop je precies dat verschil ziet. En dat is wat je eigenlijk gewoon wil. Je wil het verschil zien. Ben ik hier helemaal tevreden over? Ja, je zou het kunnen zijn. In dit geval, natuurlijk niet. Ik vind eigenlijk het spel tussen de schaduw en de lichte partijen nog niet helemaal perfect. En je kunt ook de dekking van de laag veranderen om dat een beter effect te geven. Nu staat de dekking van de laag op normaal. Maar als je deze bijvoorbeeld op bleken zet. dan wordt het wit niet zo wit. En de schaduw wordt wat minder diep. Bijvoorbeeld, kijk, dit is normaal. En dit is bleken. Dit is net wat fraaier. Je kunt eventueel nog gewoon een keer met het pipetje opnieuw daaronder klikken. En dat zal zich misschien dan een klein beetje aanpassen. En denk je nu van ja, ik vind de schaduw eigenlijk nog gewoon. Uh, te donker, dan kun je hier bij de curve het zwartpunt wat naar binnen halen. Dat steekt hier helemaal linksonder. Maar als je dat gewoon een klein beetje opschuift, dan zie je dat je zwart een klein beetje dichtloopt. En dat heeft geen effect op je wit. Ander effect wat je kunt doen, is de dekking van bleken op fel licht zetten. En dan blijven je schaduwen al veel sneller intact. Kijk nog een keer goed naar de scheiding tussen je haar en de achtergrond. Eventueel kun je de dekking nog een klein beetje aanpassen. En zo is hij op zich ook wel vrij. Ik kies in dit geval toch gewoon voor bleken. Die vond ik al aardig. Met het zwart een klein beetje naar binnen getrokken. En het is natuurlijk allemaal een kwestie puur van gevoel tussen dekking en dat zwartpunt. En wat jij dan gewoon vrij vindt. En zo eenvoudig en snel is het dus om een foto om te zetten naar highkey. Het begint natuurlijk gewoon met een goede basislaag. Gewoon een laag met veel zacht licht erin. Hier had eigenlijk nog veel meer zacht licht ingekund bijvoorbeeld hier aan de rechterkant van de arm daar stond wel een reflectiescherm maar dat had ik ook op kunnen lossen met een extra flitser dan was het nog zachter geweest. De tweede stap dat is een goede omzetting naar zwart-wit en tot slot de laatste stap dat is gewoon door het toevoegen van flink veel licht met curve. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.